daarboven, je ziet daar dat uitsteeksel van bakstenen. Ja. Ja. En daarboven zie je nieuwe bakstenen. Ja. Daar, dat is een granaatinslag. Oh. En er zijn er nog. Blackburn was een FOO, een Forward Observation Officer. Dat was een artillerieofficier en die behoorde dus tot een bepaalde artillerieregiment. Maar zo'n veldartillerieregiment had een officier, een Forward Observation Officer, bij de drie verschillende regimenten die in datzelfde de brigade zaten en die dus steun nodig hadden soms om het tegenaanvallen af te slaan. Deze George Blackburn zat bij de Royal Regiment of Canada, dat was dus de infanterie. En dat waren de eerste Canadezen die het kanaal zijn overgestoken, 's avonds op de 2e april, met bootjes. En daar schrijft hij over, het was heel rustig, de zon ging onder, het was prachtig weer. En je hoorde alleen maar een beetje van... mensen die met paarden en wagens bezig waren. En dat was de Duitse genie. Die waren daar bezig om, wat ze daar deden dan, deze oever, weet ik ook niet toen. In ieder geval, ze hebben die nacht ergens, zijn ze gaan slapen. En de volgende dag, zo tegen een uur of twee of drie, toen was hij aan de andere kant, dichter bij de brug, de brug daar. Die bruggen waren allemaal opgeblazen natuurlijk. Ja. Maar daar in die buurt was die, toen kreeg hij bericht, je moet hier naartoe, want hier is een Duitse tegenaanval. Toen kwam die hier uiterecht en toen is die met zijn helper, zijn ze bovenin geklommen, tot het topje van dat gebouw. Ja. En daar kon je vanwege dat balkonnetje of door het raampje, kun je die kant uitkijken. En daar over het spoor dat hier langs loopt, daar kwamen de Duitsers aan. En toen was de artillerie, die stond in Wargen, op het, de Lochemseweg, Almersweg kruising, daar in die buurt stonden de kanonnen klaar. En die schoten, die begonnen dus te schieten op die Duitsers hier. En die gingen weer terug. Maar hij zat er nog een beetje, een uurtje later of zo, en toen zag hem, werd er flink geschoten aan die kant. En toen zag hij zo tegen de avond zo'n beetje, zag hij over de spoorwegovergang waar we net over kwamen, zag hij twee grote Duitse tanks, Tiger tanks, met grote kanonnen. En eerst kon hij er niet op laten schieten met die veldartillerie, omdat die Duitsers bezig waren Canadese krijgsgevangenen te ontwapenen. En hadden al gevochten, dat wat hij niet precies kon zien. En daar zijn toen een stel Canadese krijgsgevangenen gemaakt. En er zijn van het regiment zijn er in totaal 11 man omgekomen in deze omgeving. Nou, toen de krijgsgevangenen waren afgevoerd, begon het voorste kanon, draaide zich om en schoot een paar granaten. En terwijl hij bovenin zat, gingen die granaten door de toren heen. Daar zat een wenteltrap heen. En je kunt die twee granaten kun je zien boven elkaar bij de onderste drie raampjes, links van het middenraam, een beetje naar beneden, kun je zien nieuwe bakstenen. En dan daar rechtonder, waar dat uitsteeksel van bakstenen is, daar net boven ook nieuwe bakstenen. Hij heeft toen al zijn helpers, hij had geloof ik drie helpers, die heeft hij, en daarachter had je een bijkeuken en daar konden ze onder de vloer kruipen. Hij zegt, gaan jullie maar onder de vloer. En zelf heeft hij toen beneden de radio, zijn radio bediend. En ze nu dan heeft hij die veldkanonnen gevraagd om te gaan schieten.
Maar tegen middernacht hoorde je ineens een enorme knal. En hij keek door de voordeur en daar stond de tank, de eerste Duitse tank stond daar op de weg. En die schoot naar de plek waar de Canadezen bezig waren om vlotten te bouwen enzovoort. Ja. Tegen die tijd had alle infanteriesoldaten die hier ook zaten, die hadden zich teruggetrokken. Dus hij zat hier alleen, zijn helpers onder de vloer en daar stond die tank te schieten. En toen heeft hij dus aan de artillerie gevraagd via zijn radio en hij gaf dus als doel die tank daar op die weg. Ja. Nou, je kunt wel zien hoe dicht dat bij het huis is. Ja. En die veldartillerie die schiet nauwkeurig, maar niet zo nauwkeurig. Dus natuurlijk, er vielen een paar granaten tegen het huis aan zo'n beetje aan die kant. Maar er is... Nou kon zo'n artillerieofficier, die kon alle kanonnen van het hele artillerieregiment kon die op één doel laten schieten. En dat is hier dus gedaan. Die granaten, die 25 ponders, die waren niet zo zwaar. En die ketsten van zo'n tank af. Maar een Duitse tank ging nooit ver zonder infanterie, zonder Duitse helpers. Anders waren ze bang dat er iemand... in een Canadees in een gat zat met een Piat. Daar kon die tank niet tegen. Dus, zolang die genoeg granaten kon laten ontploffen om de infanterie tegen te houden, kon die tank ook stoppen. En dus heeft hij heeft gezegd, schiet maar door, hè, alle kanonnen allemaal tegelijk op die ene tank en dan ga ik wel... Ik ga naar de kelder hier. En de kelder zat vol met Hollanders. Er was ook nog een andere, een Canadees, die was ontkomen aan die jongens die daar vochten. En die is bij hem in de kelder gekropen. Hij zat dus een beetje halverwege in de kelder. En hij had zijn pistool klaar. Want hij dacht, als die Duitsers infanterie, die gaan straks, die vluchten wel hier het huis in. En ja... Nee, ik kan er tenminste eentje afpikken met mijn pistool, zeg maar. Zo, op die manier. Nou, in ieder geval is het dus goed gegaan. Een van die helpers, die is een radioman, die is weer teruggegaan. Die heeft hij bijna doodgeschoten zelf. Ja, en dat ging net goed. Hij stond ook op scherp. En die ging dus bij de radio. En dan kon hij beter kijken en die tank... Denk zo, je weer terug. En die aanval is dus afgeslagen door Blackburn. Op zijn eentje eigenlijk. Ja. En 2 april klopt dus wel, want ik kreeg een brief uit het sanatorium in Almen. Die waren op 2 april bevrijden, de Canadezen. Maar toen moesten ze tot vrijdag in de kelder blijven zitten. Ja, omdat de hele week nog. Omdat er, vooral aan de overkant van het kanaal, maar dus dichtbij. Ja. Nog tot een paar dagen gevochten is. Dus Blackburn heeft er een militair kruis en kan deze onderscheiding. En wat voor dag was dat, Blackburn, dat hij aangevallen werd in de Duitse tank? Op de 3 april. De 3 april? Ja, de nacht van de 3 op de 4e. Oh, de 2 april, de 3e al. Ja, de volgende dag begon die Duitse tegenaanval. Die Duitsers trokken zich terug tot een beetje over de spoorlijn. Ja. Een ander regiment van dezelfde divisie, de 2e divisie, die is de spoorlijn overgegaan en heeft richting Laren. En dat ging eerst wel goed, maar die kreeg ook een Duitse tegenaanval te verduren. En terwijl die Duitse tegenaanval nog gaande was, is het 3e Canadese regiment Laren ingetrokken. Maar die hebben daar ook, die kwamen ook bij verrassing, hebben daar onder Duits vuur gezeten. En er zijn in taal, ik weet het niet precies, maar ik schat zo'n dikke 30 Canadezen zijn gesneuveld van hier tot en met in Laren. Ja.